ik ga een keer wat zeggen. Als je daarin bent, dan kun je moeilijk van weg. Als je waarin bent? In zoiets. Ja, maar in zoiets, wat is dat? In het Frans zeggen ze, het is een engrenage. Ik weet niet hoe ze dat moeten in het Vlaams vertalen. Hm. Je bent daarbij en je blijft daarbij. Wat is uw mening nu over hetgeen in de uitroeiingskampen is gebeurd? Ik geloof hem, ja. U gelooft niet in de uitroeiing? Nee. In 1943 heeft u met de promotie officieren van Bartels, de school voor de officier van de Waffen-SS, een bezoek gebracht aan het concentratiekamp van Dachau. Wat heeft u daar vastgesteld? Daar wist ik niet over te spreken. Vanaf het najaar van 1944 worden de concentratiekampen en vernietigingscentra van Nazi-Duitsland bevrijd door de verschillende geallieerde legers. Langzaam dringt de haast onbevattelijke gruwel door in de rest van de wereld. The images of the camps that came through are very variable. It was the Soviet Red Army that first liberated Majdanek, one of the sites with gas chambers in the east, and came across Auschwitz and made those awful films of survivors who were too sick to go on the death marches even. Of course, the Western Allies came in from a different direction, so the British think the images of Bergen-Belsen are the what it was like. The Americans think about Dachau. So the images of the camps give different kinds of immediate impact, and they are horrifying. Tot uiteindelijk april, mei 45 zullen kampen bevrijd worden. En mensen worden geconfronteerd met beelden, niet alleen foto's, maar ook videomateriaal van wat men ontdekt in die kampen. En op dat moment ontstaat natuurlijk het beeld van de demonische nazi of de demonische Duitser. En het zal dus decennia duren vooraleer er eigenlijk wordt ingezien, ook door nieuwe generaties, dat dit eigenlijk geen demonische onmensen zijn geweest. Ze zijn dat zeer zeker in hun gedrag geweest, maar niet in de aard of in de persoonlijkheid. Het zijn gewone mensen die afgegleden zijn en eigenlijk elke vorm van ethiek hebben opgegeven in een heel gedachteloos proces en zich hebben laten gebruiken in die vernietigingspolitiek. Daders worden niet geboren, ze worden gemaakt. Mensen die overgaan tot het uitmoorden van een slachtoffergroep. Er zijn mensen die dat niet van de ene op de andere dag doen. Dus niemand wordt wakker op een dag en denkt, goh, laten we eens alle Joden in de stad doodslaan. Nazi Germany or Hitler and his close associates could never have carried out mass murder on the scale that they did, with the organisation that they did, without the involvement of people across Europe
different groups, different parties, different countries in one way or another right across Europe. So collaboration was essential to the task of rounding up the Jews of Europe and transporting them across thousands of miles to dedicated extermination centres in the East. You couldn't have done it without the involvement of innumerable Europeans. Nazi-Duitsland heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 11 miljoen mensen vermoord, onder wie 6 miljoen Joden. Aan die massale vernietiging hebben miljoenen mensen meegewerkt. Nazi's, collaborateurs uit bezette gebieden, maar ook gewone Europeanen die een kleine radar vormden in de gigantische moordmachine. Hoe slaagden de nazi's erin om miljoenen mensen te betrekken bij de uitroeiing van een volk? Hoe is de Duitse samenleving zo ver kunnen afglijden? Een van de belangrijkste dingen die Nazi-Duitsland is gelukt, is om vanaf de jaren 30 tot aan 1940... Een significant deel van de Duitse bevolking mee te krijgen eigenlijk in de vervolging van de Joden. Of om die tenminste indifferent te maken. Het is mogelijk om een samenleving te verrechtsen. Dat is niet moeilijk als je aan de macht bent en propaganda goed gebruikt. Een ander belangrijk fenomeen is het in handen krijgen van de staat. Dus het was de nazi's zonder het omverwerpen van de Duitse orde en het in handen krijgen van de Duitse staat en de overheidsinstellingen was het ze nooit gelukt om 6 miljoen Joden te vermoorden. 1933. Adolf Hitler komt na democratische verkiezingen aan de macht. In het eerste halfjaar na zijn aanstelling als Rijkskanselier breidt hij zijn macht uit en wordt het parlement buitenspel gezet. In geen tijd vormt Hitler Duitsland om tot een dictatuur, waarin slechts één partij is toegelaten, de NSDAP. Cruciaal in de Duitse nazi-samenleving is het concentratiekamp. Politieke tegenstrevers en andersdenkenden worden al van in 1933 opgesloten. De kampen vormen een belangrijk onderdeel van de propaganda en de organisatie van de staat. Wie niet past in de samenleving, wordt eruit verwijderd. De nazi's pakken ook uit met hun concentrationaire systeem, dat ze jaar na jaar meer verfijnen en verder uitbouwen. Tegelijkertijd voert de nazi-top een doorgedreven haatcampagne tegen het Joodse volk. De nazi's hebben een mensbeeld dat onder invloed van Darwinisme is gevormd tot iets van een survival of the fittest in een raciale context, waarbij men raciale begrippen, raciale constructies gebruikt. En dus het Arische ras, zeg maar blonde mannen met blauwe ogen en hoog van gestalte, dat is de karikatuur, maar zo zien ze het. Het Arische ras is een superieur ras. En dat superieure ras is in Europa en moet vechten om voldoende ruimte te hebben om zich te ontwikkelen. En daar vermengt zich ook kolonialisme mee. De idee dat dan anderen inferieur zijn en die zouden dan eventueel uw slaven kunnen zijn. Oekraïners, Letten enzovoort, ze worden massaal omgebracht. Maar als ze nuttig zouden kunnen zijn, mogen ze blijven leven als slaven. Daarbovenop en zich een bijzondere groep, en dat zijn de Joden. Le juif, c'est un peu une auberge espagnole. On y met ce qu'on veut. Et à l'époque, on y met les craintes qu'on a. Donc le juif est tantôt riche, tantôt pauvre, tantôt débile et stupide, et d'autre part extrêmement fin et intelligent, puisque c'est lui qui domine le monde. Donc on a tout et son contraire qui est jeté dans cette figure du juif et qui va cristalliser toutes les haines et tous les rejets contre lui.
les mécanismes qui amènent à l'explosion extrême de cet antisémitisme racial sont des mécanismes d'abord de préparation de l'esprit des populations. L'antisémitisme chrétien est bien ancré. On rajoute à ça les approches raciales du 19e siècle et on les applique à l'être humain. Donc dans le nazisme, on va procéder à une classification des races caucasiens, juifs, nègres, pour reprendre les termes de l'époque. Je ziet het, het begint met het geven van een naam. Dat is cruciaal. Noem ze de Joden, dan heb je die groep. Vanuit het antisemitisme dat er al lang was, omdat Joden niet christen zijn, zich niet integreren in Europa terwijl Europa katholiek is, de nazi's gaan dat darwinisme en dat antisemitisme en die polarisering die er is, de andere is onze vijand, dat gaat culmineren in het beeld van de Jood. In de aanloop naar de Holocaust is taal een heel belangrijke factor geweest. Taal was eigenlijk een instrument in de handen van de nazi's om de werkelijkheid naar haar hand te zetten, om een eigen interpretatie van de werkelijkheid te geven. Ze zetten een hele taalpolitiek op poten die ermee voor moet zorgen dat de bevolking meestapt in dat verhaal. En zij gingen niet alleen hun eigen ideologie, het referentiekader, heel ingenieus gaan vertolken. Aan de hand van kranten, films, maar ook fotoverslagen en zo verder. Zij gingen heel goed doelgroepen segmenteren. En gaan zeggen van kijk, voor die doelgroep gaan we dat product gaan maken om deze nationaal-socialistische staat te gaan uitdragen. Op dagelijkse basis waren er bijvoorbeeld spraakregelingen, taalinstructies, waarin voorgeschreven werd welke woorden mochten gebruikt worden, in welke contexten, op welke manier. In het begin van de oorlog mocht er alleen maar het woord Verteidigungskrieg worden gebruikt, waarin Duitsland dus wordt voorgesteld als degene die wordt aangevallen en zich alleen maar probeert te verdedigen. Voor Duitsland is de Tweede Wereldoorlog de schuld van de Joden. Terwijl wij zeggen, ja, maar de Tweede Wereldoorlog is de schuld van Duitsland. Nee, het is de schuld van de Joden. Het is een volledig vijandbeeld dat gecreëerd is in een totale polarisering. Heel belangrijk in dat proces is ook beeldspraak. Men gaat bijvoorbeeld Joden voorstellen als parasieten, als ziekteverwekkers, als kankergezwel, ongedierte, onkruid, ratten. Ze zijn hinterlistig, feige en grausam en treden meist in grote scharen op. Ze stellen onder de dieren het element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Niet anders als de Juden onder de mensen. Daartegenover wordt het Duitse volk voorgesteld als een gezond lichaam, een bloeiende tuin die wordt bedreigd en aangevallen door die Joden. L'approche des nazis, leur vision de la société est une vision médicale. Donc on considère la société comme un corps et ce qui la gangrène, le cancer, les juifs sont considérés comme des choses parasites qu'il faut absolument extraire de cette société. Dat maakt dat je dan boeken hebt voor kinderen die het antisemitisme gaan inlepelen, waarin de Jood wordt voorgesteld als een giftige paddenstoel. En je moet dus de giftige paddenstoelen herkennen. En dat kan je dan doen door te kijken naar raciale tekenen, zoals bijvoorbeeld de grote gekromde neus, die natuurlijk door de nazi's als een stereotyp kenmerk naar voren wordt geschoven om die zondebokgroep te gaan viseren. Wat zo krachtig is aan beeldspraak, is dat ze ook meteen een schijnbaar logische oplossing voorstellen. Want als je ziek bent of als je tuin overwoekerd wordt, dan is het normaal dat je dat onkruid gaat verdelgen, dat je gaat strijden, die ziektekiemen gaat bestrijden, dat je die ratten gaat uitroeien.
Dus in die context wordt taal ook een van de belangrijkste middelen om haatgevoelens tegenover Joden te creëren en te verspreiden en zo ook de discriminatie en de gruweldaden tegen Joden te legitimeren. Stap voor stap glij je af in een extreme polarisatie, een wij-zij-logica, die er natuurlijk voor zorgt dat de wij-groep eigenlijk de positieve groep, de groep is waartoe je wilt behoren en die eigenlijk ook heel veel voordelen en ook heel veel mooie aspecten omvat. Hè. Ik denk de wijze waarop men in het Nationaal Socialisme de volksgemeenschap gebouwd heeft, ja, daar wil je bij horen. Dan gaat het over massamanifestaties, fakkeltochten, bewegingslogica. Denk maar aan de Hitlerjugend, waarin je in uniform met allerlei symbolen en rituelen natuurlijk tot die grote Duitse nazistaat wil gaan behoren. Dus die heel sterke wij-creatie staat tegenover de zij. Hè, zij die de anderen zijn en die natuurlijk worden gedemoniseerd en ook gedehumaniseerd. Het menselijk etiket wordt eigenlijk afgenomen van die geviseerde groep. And one of the things that I think is extraordinary is the way in which members of the ordinary population become involved even in informal actions in everyday life, either as complicit in allowing perpetration to develop or in resisting it in one way or another. And one of the things that interests me a lot is the way in which in Nazi Germany in the peacetime years, in the 1930s, people proactively dropped friendships. Already in 1933, they said to former Jewish friends, sorry, I can't be your friend anymore. This is not a legal prescription. There is no legal definition of what it means to be somebody's friend. This is not a result of any policy. Nobody's told them this. They just know that it's no longer appropriate for them to socialize with Jews, so they drop them. So that's a kind of informal complicity which allows the system to develop, because what it allows is the progressive social isolation of the victims, so that once they're targeted and their property taken away from them and they forced to wear the star and all the things that happened in the following years, nobody is any longer their friend. In Duitsland wordt door de nazi's al jarenlang een zeer brutale anti-Joodse haatcampagne gevoerd. Maar ook elders in Europa is het antisemitisme wijdverspreid. Het nationaal socialisme wordt ook in België al breed gedragen. In de jaren 20 en de jaren 30 zie je een opschuiven naar extreemrechts. Zie je ook verschillende andere groepen in de maatschappij, en dan in de eerste plaats weer de Joden, oorzaak worden gezien van die malaise. En dan vindt men gemakkelijk aansluiting natuurlijk bij die grote broer, om het zo maar te zeggen, in Duitsland, bij dat nationaal socialisme. Ik denk dat de vroegere politiek die gevoerd werd, met al de schandalen, dat er uiteindelijk iets moest verandering komen. Hoe beschouwde u dat vroegere? Ik dacht dat de democratie uitgedaan had. Er was voor de jeugd geen toekomst. En als wij dan jeugd van toen de vergelijking maakten met onze oosterbuur, Duitsland, dat onder het nationaal socialisme met Hitler sedert 33 tot 38, ik noem maar die 5 jaar, wat dat nationaal socialisme in Duitsland verwezenlijkt had, door het systeem. Alors on voit des mouvements se développer comme le Verdinazo de Joris van Severen, on voit le VNV de Staff de Klerk, mais du côté francophone, on a aussi Léon de Grelle avec Rex. Donc il y a une tendance à se droitiser qui sera, je pense, beaucoup plus forte en Flandre, en particulier en Vers, que dans le reste du pays. Et ça crée évidemment un terreau propice à l'antisémitisme. De Belgische bevolking was niet unbedingt verliefd in de Joden. Ah, gelukkig kan ik het tegendeel bewijzen tijdens de oorlog, omdat ja, dat zijn uitzonderingen.
25 september 1939 breken er in Antwerpen ineens anti-Joodse rellen uit en zijn er groepen die in de Joodse wijk ruiten gaan inslaan en Joden aanvallen. Lang vroeg ik mij af, hoe hebben ze dat georganiseerd? Is het waar? Wie heeft het bevel gegeven? Dat was heel naïef van mij om dat te denken. Ik moest nog veel leren. Zo werkt dat niet. Indien er antisemitische pers is en mensen die pers vooral lezen, en indien men dan ziet dat er een oorlog komt, dan zijn er natuurlijk groepen die zeggen het is de schuld van de Joden. Maar goed, de politie grijpt in, de orde wordt gehandhaafd, er worden wat mensen gearresteerd enzovoorts. Het is interessant wat zich daar voordoet. Het geeft aan dat ook in Vlaanderen, dat is dan in Antwerpen, er weer kleine groepen zijn die in staat zijn tot geweld. Dit zijn mensen die zouden kunnen verglijden naar genocidaal geweld in een latere fase. In Duitsland wordt de Joodse bevolking ondertussen meer en meer gediscrimineerd, uitgesloten en gecriminaliseerd. Duitsers mogen niet langer met een Jood of een Joodse huwen. Duitse Joden verliezen ook hun burgerrechten. Ze mogen niet meer vrij reizen, worden uitgesloten van bepaalde beroepen en worden geweigerd in clubs en winkels. Zo wordt de uitsluiting en stigmatisering gelegaliseerd. En dat maakt het ook zo sluipend, zo traag dat het binnenkomt. Want het is niet onmiddellijke confrontatie met geweld. Stapje voor stapje worden er maatregelen genomen die er zowel voor zorgt dat het slachtoffer eigenlijk mede in het moeras van slachtofferschap wordt getrokken, maar ook de dader mede in het moeras van daderschap wordt getrokken en ultiem ook de omstaander mede in het moeras van omstaanderschap wordt meegetrokken. Vaak met studenten praten we over of iedereen wel een dader zou kunnen worden. Ik zeg dan, dat is een moeilijke discussie, maar wat we in elk geval wel weten is dat iedereen een omstander zou kunnen worden. Dus en de meeste Duitsers in de jaren 30 waren omstanders. Ze hebben gewoon weggekeken, ze hebben het voor zichzelf moreel goed gepraat. Of ze hebben binnensmonds geprotesteerd, binnenshuis geprotesteerd, maar niet in de publieke ruimte waar het echt toe deed. En dus het actieve wegkijken door omstanders maakt zo'n genocide natuurlijk mogelijk. En ook op individueel niveau. Dus als je ziet dat op een treinstation iemand wordt aangevallen en je doet daar niks aan, dan ben je, jouw passiviteit maakt eigenlijk dat geweld mogelijk. En we weten van daderonderzoek dat daders zich gesterkt voelen door de passiviteit van de omstanders. Sterker nog, in bijna alle genociden, inclusief in de Holocaust, zijn er meestal proefmassamoorden, om het zo te noemen, waarin de daders kijken wat zal de wereld zeggen als wij een aantal mensen executeren of een concentratiekamp oprichten. En de daders passen dan hun gedrag aan nadat ze dus die reactie van die omstanders hebben begrepen. I have to say, it makes me quite angry. There are very large numbers of people in Germany who could have done so much more in the 1930s and didn't. And I think they have to bear a co-responsibility. But that does not mean a culpability to the extent that other people are responsible. 1938. Hitler is ondertussen 5 jaar aan de macht. In de nacht van 9 op 10 november organiseert zijn nazi-partij een vanuit de overheid gestuurde pogrom op de Joodse bevolking in Duitsland. 1400 synagogen worden in brand gestoken of gesloopt. Meer dan 7500 winkels worden aangevallen. Minstens 400 Joden zouden zijn vermoord. Het vele gebroken glas geeft deze anti-Joodse raid de bijnaam Kristallnacht. That is a real turning point. And I think there you get a shift in the German population, the majority population again. If we've seen indifference and ignorance growing in the preceding years, what we get now is you cannot claim ignorance. You know that something deeply bad is going on. Because what you get there is state-sponsored
violence, the state took the initiative, the Nazi Party took the initiative. Een heel aantal van die nazi's die in die regering zitten, zijn het niet eens met wat gebeurd is. Die zeggen dat is niet onze methode. Dat is de wilde methode van de hunnen, zeggen ze. De hunnen. De hunnen, dat waren wilden, die deden zo'n dingen. Wij Duitsers, wij willen ordnung. Dit mag alleen gebeuren als daar een legaal bevel en als er legale wetgeving is en als die iets verkeerd doen. In die context kunnen wij dat doen, maar zo mogen we dat niet doen. Goebbels als minister van Propaganda, die denkt... Eigenlijk moeten wij Duitsers dat op twee manieren doen. Enerzijds moeten wij een legaal kader waarbij we definiëren. Dat zullen de artsen zijn met de witte medische schort die kinderen zullen doden met een injectie in het hart, omdat het zo wettelijk gereglementeerd is. En anderzijds krijg je die meute die je af en toe kan mobiliseren. En daartussenin moet de staat laveren. De staat in die dictatuur beweegt op een massa die als één man, als één vrouw achter de leider staat. En de overheid moet bevelen, wetten, reglementen uitvaardigen. En de massa die moet, wat genoemd werd in de literatuur, de Führer tegemoet werken. En je mag dus zelf initiatieven nemen, maar het moet allemaal wel overlegd zijn en ingedekt. Zo werkt die dictatuur. Ik wil heute weer een profeet zijn. Wenn es dem internationaal Finanzjudentum in... und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. De Jood als schuld van de oorlog plus een massa die geweld kan gaan produceren. Takkelend op Joden. Ja, als je dan naar 40, 41 gaat, dan gaat dat altijd verder. Altijd verder. Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen binnen. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. De oorlog is begonnen. Poland's 34 million inhabitants, crushed, scattered and enslaved. Verschillende Joodse burgers worden er dan al brutaal vermoord. En oorlog verruwt natuurlijk de situatie. En het is zo dat mede door die oorlog je ook in een extreme geweldsfase, uitroeiingsfase komt. Zonder oorlog is genocide bijna niet mogelijk. Dat komt omdat oorlog voor zo'n dictatuur een buitenkans is eigenlijk om hun macht nog verder te vergroten. En ook om hun territoriale ambities, die ze bijna altijd hebben, om die te verwezenlijken. Op 10 mei 1940 zijn ook België, Nederland en Luxemburg aan de beurt. In geen tijd is heel West-Europa bezet. Brussels was spared, for it had been declared an open city. And the Nazis marched in, meeting no resistance. Belgium was doomed. En King Leopold capitulated. Die moment dat de nazi's ons land bezetten, komt die raciale politiek natuurlijk ook binnen in ons land. En krijg je natuurlijk de vraag, wat ga je doen? Voer je mee uit? Wil je vertragen? Wil je openlijk verzet? Wil je eigenlijk blokken in de wielen gaan steken? Dat zijn natuurlijk de keuzes die dan moeten gemaakt worden. Vanaf de bezetting van België worden duizenden mensen gedwongen om samen te werken met de Duitsers. Elke ambtenaar, agent of magistraat moet voor zichzelf de lijn trekken tot waar hij meestapt in het verhaal van de bezetter. Houden ze zich strikt aan de Belgische wet? Of zijn ze meegaand? Volgen ze de bevelen van de Duitsers op of weigeren ze? En hoe reageren hun eigen oversten dan? En Belgique, les nazis doivent compter avec les autorités belges, mais ces autorités belges ont dans une grande mesure
permis que le judéocide se réalise. Eigenlijk weten de Duitsers dat de Belgen zich zouden kunnen verzetten tegen de anti-Joodse verordeningen omdat die strijdig zijn met de Belgische grondwet en met het internationaal recht. De voorzitter van de secretaris-generaal moet bij de Duitsers komen. En die zeggen aan hem, kijk meneer, er zijn drie mogelijkheden. Eerste mogelijkheid. U neemt de anti-Joodse maatregelen en u voert ze ook uit als Belgische administratie. Tweede mogelijkheid. De Duitsers nemen de anti-Joodse maatregelen en de Belgische administratie voert ze uit. Derde mogelijkheid. De Duitsers nemen de maatregelen en de Duitsers voeren ze uit. Maar goed, dat zouden we wel niet zo graag hebben. En wat gaan de secretaris-generaal doen? Ze nemen mogelijkheid B. Dat wil dus zeggen, de Duitsers gaan de maatregelen uitvaardigen, wetten, Duitse wetten, maar de Belgen gaan ze uitvoeren, terwijl ze toch de mogelijkheid hadden om ze niet uit te voeren. Alle gemeentebesturen hebben voor een stuk daaraan meegewerkt. Zij moesten rapporteren aan de Duitsers van wij hebben Joden in dienst, ja of nee. Wij hebben in onze gemeente Joden wonen, ja of nee. Onze politieagenten en onze veldwachters zullen meewerken aan de opsporing van die Joden, het verstrekken van Jodensterren, meewerken, zoals in Antwerpen gebeurd is, meewerken aan razzia's. Ik weet dat voor Antwerpen bijvoorbeeld, als men dan Joden naar de SIPO SD had gebracht, dan moest men die nadien terugvoeren naar de Begijnenstraat, de gevangenis. Dus politieagenten stonden in voor het transport van Joden die tussen haakjes ondervraagd waren, Joden die totaal mishandeld waren. Die zien dat, die agenten. Wat hebben die dan gedacht? Is dit niet te ver? Dat weten we niet. In ieder geval, men werkt mee en de Duitsers doen dingen met die Joden waarvan jij niet precies weet wat ermee gebeurt. Dat is een context. Je ziet, men werkt daaraan mee. En dan beginnen de razzia's. En dat zijn massa-aanhoudingen. Maar als men al eerder individuele aanhoudingen van Joden deed op vraag van de Duitsers, en men moet dan ineens groepen Joden aanhouden, dat verschil is niet meer zo groot als voor ons. Dus je ziet hier een verglijding in een techniek van toenemend geweld dat gelegaliseerd is binnenin een wettenkader, een normenkader. En daardoor ontstaat natuurlijk een vorm van mededaderschap. Het is niet zo, omdat je mensen hier deporteert, die natuurlijk 3000 kilometer verder worden vermoord, dat je u kan onttrekken aan die verantwoordelijkheid. Je hebt bijgedragen aan een grotere machinerie die tot miljoenen doden zal leiden. Heel belangrijk is dat in de context van een administratieve samenwerking er een ruime marge was om aan de bezetter te zeggen, dit doe ik niet. Maar je ziet dat wat Joden betreft men die marge niet gebruikt. De secretaris-generaal doet dat niet in oktober 1940. Je ziet dat in 1941 ook. Er is geen gekende casus. Het zal dus wel bijna niet gebeurd zijn. Maar dan komen die razzia's. Die razzia's zijn natuurlijk, dat is ineens wel veel. Bij nacht, gezinnen die worden opgepakt en die binnen het kwartier weg moeten. Ja, dit is verschrikkelijk. De eerste razzia's voeren de Duitsers dan ook zelf uit. Omdat ze denken, dit gaan de Belgische politionele overheden, dat gaan die niet doen. Die zijn nog niet genoeg geacclimatiseerd op het Duitse systeem. Daar gaan we moeilijkheden mee hebben. Dus de Duitsers gaan de Joden oppakken. En dat gebeurt met veel geweld, onder de ogen van die Antwerpse agenten. En die Antwerpse agenten die moeten dus enkel, want het is heel belangrijk, de straten afsluiten, versperren. Dus die staan daar met hun geweren. En Joden die langs de dakgoten proberen te ontsnappen, ze moeten ze tegenhouden en ze moeten ook de Joden bewaken. Ze zeggen ook in een procesverbaalstaat, onze opdracht beperkte zich tot het bewaken der Joden. Beperkte zich. Ja, ja, het is een essentieel onderdeel. Wel, op dat moment is de stap echt dichtbij voor het volgende agenten die ook het bevel krijgen om mee Joden op te pakken. En dat komt in de volgende dagen. Is er daar een marge om nee te zeggen? Als het bevel van uw eigen hoofdcommissaris komt om daaraan mee te werken, dan heb je in die tijd, mag je niet nee zeggen. En als je dat doet, krijg je een tuchtsanctie. Wel, er is een agent die dat doet en die krijgt nadien door de burgemeester van Antwerpen, Leo Delweide, legt hem en verliest 3 dagen betaalde vakantie. En hij krijgt een vermaning. Dat is de straf die man krijgt.
valt wel mee. Aan de ene kant heb je agenten die weigeren deel te nemen. Heel wat agenten die schipperen en in een heel moeilijk parket zitten en half en half uitvoeren. Maar globaal is het resultaat er wel. En aan de andere kant heb je dan agenten die echt Joden mishandelen. Die aan de baren trekken, die van de trap sleuren. Die zeggen het is vezen kunnen creveren. Dat zijn mensen waarvan ik zou zeggen dat zijn genocidalen. Dat is echt genocidaal geweld. Terwijl die anderen, ja, dat is massageweld dat gelegaliseerd is en in een heel troebele context zit waarin het moeilijk is om eigenlijk te weten wat je moet doen en waarbij je enige moed moet hebben om nee te zeggen. Op het moment dat in België grote razzia's plaatsvinden, woedt er al meer dan een jaar een hevige strijd aan het Oostfront. De Joodse bevolking van de veroverde gebieden wordt haast onmiddellijk uitgeroeid. Duizenden Joden worden geëxecuteerd. Hele dorpen worden van de kaart geveegd. That is when you get that crucial shift from killing some Jews to the aim of killing all Jews. Men, women, children, babies, old people, sick, everyone. Die verschillende groepen die daar aan het Oostfront actief waren, die wisten vaak ook wat er gebeurde. Zij wisten dat de Joden daar slecht behandeld werden of vermoord werden. Vlamingen bijvoorbeeld, die werden ingezet in het kader van de 5e SS-divisie Viking in het zuiden van Rusland en in Oekraïne. Dat zijn gebieden waar heel wat Joden waren. Er zijn getuigenissen van mensen die daar gevochten hebben, dat zij betrokken zijn geweest bij het vermoorden van Joden, bij het in brand steken van synagogen, het vermoorden van de rabbijnen enzovoort. You get some very interesting soldiers' letters home from the front. Some where people are a bit shocked, some where people are taking it just for granted. You know, yesterday there was a major action near here and I heard that 823 people were shot into a ditch. And they just sort of report it as, you know, we're living through historic times. And others where you can see almost an elation. There's one particularly horrific letter I have in mind where the man talks about shooting babies, throwing babies up into the air and trying to shoot them before they fall down. Horrific, you know, as if it was pigeon shooting or something. And then he says to his wife, and when I do this, I think of our two beautiful babies at home, and I think if we allowed these to grow up, think what revenge they would take on ours. We have to do it to protect our family. It's a bizarre, twisted, distorted logic, but it allowed that particular man to think he was doing something historically significant to protect his own family. So there are these very odd justifications. And those kinds of justifications are used to get people to continue doing it. Die brieven die de Oostfronters naar huis schreven, daarin vertellen ze meestal over het gewone dagelijkse leven. Over de gevechten zelf wordt niet zo vaak geschreven. Het gebeurt. Dan wordt bijvoorbeeld beschreven van we zien of we hebben gisteren een aantal partizanen opgepakt en een paar uur later hingen die aan bomen of palen te bengelen. Dat passeert mee. Het is niet dat zij daar echt van zwaar van onder de indruk zijn. Dat gaat mee met hetgeen ze voor de rest doen. Hè. We hebben vandaag lekkere soep gegeten en daar straks hebben we twee partizanen zien hangen.
Nu ja, als soldaat mocht je geen gevoelig mens zijn. Je moet dat bestrijden met alle middelen. Hè? Je gevoel. Hè? Kunt u dat niet permitteren van gevoelig te zijn? Dat wil niet zeggen dat je nu noodzakelijk een brutaal en barbaars mens moet zijn. Hè? Maar de omstandigheden laten niet toe van gevoelig te zijn. Er is een bekend gezegde. Er zijn geen gewelddadige mensen, er zijn gewelddadige situaties. En mensen bevinden zich in zo'n situatie en gedragen zich ernaar, voegen zich naar de situatie. Men mag niet denken dat ieder soldaat bijvoorbeeld een slachter is. Dat is niet waar. Hij is misschien een van de weinige mensen waar die zo om de dood bekommerd is als hij. We hebben gevallen gehad dat we patrouilles zagen waar we zelf niet op schoten. Niet. Geen reactie nog van. Waarom niet? Omdat heel eenvoudig niet waar. God, die mensen die leefden ook graag. Waarom moesten wij die doodschieten? Of waarom moesten we die verwonden? Maar het volstond dat er naast ons een kameraad gekwetst is dat doodschot werd. Ja, dat we geen topje van een vinger moesten zien dat we zelfs met tien opgeschoten hebben. Daderschap is een collectief proces. Dat doe je met je kameraden. Dat doe je met de mensen in dezelfde bataljon, in dezelfde compagnie. Dus afgezien van de druk van bovenaf, dus van de bevelen die je krijgt, is er ook druk van de zijkant, van zijaf. Dus van je vrienden. Dus de peer pressure. Daardoor kwam ik natuurlijk in een machinerie, moet ik u zeggen, die een altijd verder ging. Hebt u toch niet laten meesleuren? Nee, niet meesleuren, maar er is toch altijd een zekere invloed van de omgeving daar. In some cases it's peer group pressure, it's conformity, it's being made blind drunk, you know, only shooting if you've already drunk a whole bottle of vodka or whatever you're being given next to the extermination pits. In other cases, it's the feeling that you have to obey orders, you have to go along with it, and then after a few killings, it becomes all in a day's work, the normal thing to do. En dan krijg je dus bijvoorbeeld figuren zoals dokter Delmotte, hè, een Belgische arts die in Auschwitz terechtkomt, die lid is van de SS en ook werkt in het hygiëne-instituut. En de eerste keer dat hij geconfronteerd wordt met zijn rol, met name het selecteren van mensen om ofwel te werk gesteld te worden of naar de gaskamer te gaan, dat hij daar helemaal ondersteboven van is. Ook fysiek misselijk van is dat hij die rol moet innemen als arts. En hij zegt ook op dat moment van, stuur mij maar weg van hier, stuur mij desnoods naar het oostfront, ik zie dit niet zitten. Uiteindelijk zal die dokter omzwachteld worden door geoefende daders die al veel verder in dat psychologische proces staan. En hij zal uiteindelijk gecoacht worden door Josef Mengele, de heel beruchte kamparts, de engel des doods, die hem op dat psychologische socialisatieproces zal meenemen. En zal gaan zeggen van, kijk, uw morele wroeging dat je hebt, hè, uw menselijke gevoelens die je hebt, die zijn eigenlijk misplaatst. De beslissing om ze te vermoorden is niet door ons genomen. Is door mensen aan de top van Nazi-Duitsland genomen. Dus voor die beslissing moet je niet schuldig voelen. Wat er dus eigenlijk gebeurt, is een socialisatieproces waarin normale menselijke reacties, de remming die we hebben om niet betrokken te zijn in geweldsprocessen, worden geneutraliseerd, stap voor stap. Het is een enorme schok dus om iemand te moeten vermoorden. Meestal moeten mensen overgeven. Daders, dat zien we in bijna alle ooggetuigen verslagen. Dat ze moeten overgeven, dat ze het niet willen doen. Dat ze alcohol gaan drinken om het te vergeten. Dus de volgende dag of twee dagen later doen ze het nog eens. En dan een dag later nog eens. En dan, voor je het weet, ben je binnen een week of twee weken ben je volleerd aan het moorden alsof het niks is. Sterker nog, daders kunnen zodanig routiniseren en professioneel worden dat ze eigenlijk zich achteraf niet meer goed herinneren hoeveel Joodse dorpen ze nu echt hebben uitgemoord. Ik denk dat als je dus na een genocide daders ervan zou overtuigen dat wat ze hebben gedaan fundamenteel moorddadig en misdadig was, en als de daders de menselijkheid van de slachtoffers zouden realiseren, dan zouden ze psychologisch ineenstorten, waarschijnlijk.
Als je dan kijkt naar dokter Delmotte, die heel veel verroegingen in het begin had en dan gesocialiseerd is in de moordpraktijk, dan merk je na de bevrijding, na zijn arrestatie, dat hij zelfmoord pleegt. En we kunnen natuurlijk niet in het hoofd gaan kijken of we hebben geen verhalen wat zijn motieven voor zijn zelfmoord zijn. Mogelijk kan dit bij dokter Delmotte natuurlijk een veel te zware last geweest zijn, dat hij zegt van ik heb de verkeerde keuzes gemaakt en ik had toen toch moeten doorzetten. Ik heb dat niet gedaan. En daardoor ben ik verantwoordelijk voor extreem leed dat in Auschwitz zich heeft volbracht. Er zijn 6 uitroeiingscentra allemaal op Pools grondgebied gevestigd. Dat is Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor en nog 2 andere. Die 6... dat zijn werkelijk, je zou het kunnen zeggen, met alle respect, industriële slachterijen. Waar men dus de mensen die er naartoe brengt, men brengt die naar daar om ze allemaal te vermoorden. En dat gebeurt dan op grote schaal, dus moet men technieken gebruiken, zoals de gaskamer. Die 6 centra zijn van een andere aard dan concentratiekampen, waar mensen naartoe gestuurd worden om te werken in slavenarbeid, met een heel hoge mortaliteit, maar waarbij het wel niet ultiem de bedoeling is om ze allemaal uit te roeien, want dan heb je geen geproduceerde goederen meer. More than 1 million Jews were murdered in Auschwitz. The gas chambers in Auschwitz-Birkenau have become absolutely infamous. The ramp, the selections, Mengele, the medical experiments, all of that have become absolutely infamous. So it was the largest single killing site. But it was also an incredibly large slave labor site. The SS ran this whole series of slave labor camps right across Silesia and beyond. Ook dat is het instrument van de genocide, maar waarbij het niet de bedoeling was om die Joden dan onmiddellijk helemaal uit te roeien, maar men gebruikte die nog goed tot wanneer ze doodgingen. De regio rond Auschwitz wordt door de nazi's omgebouwd tot een gigantische industriële site die het hart zou moeten vormen van de nieuwe levensruim die in het oosten wordt gecreëerd. Verschillende grote Duitse firma's, zoals IG Farben, Krupstahl en Siemens, zijn in de regio actief en maken gebruik van slavenarbeid. Ze huren de gevangenen zeer goedkoop van de SS. Eens ze niet meer productief zijn, worden ze naar de gaskamer gestuurd. In 1943 gaat het Vlaams-nationalistische boegbeeld August Borms op uitnodiging van de nazitop op bezoek in Auschwitz. Hij zal zelf geen aandeel hebben in de concentrationaire politiek daar. Maar August Borms is natuurlijk iemand die het referentiekader gaat gaan opbouwen. Die terugkomt naar hier, waarin er over die specifieke reis dan ook in de magazines wordt over geschreven. Als een lovenswaardig initiatief dat daar in het oosten wordt ontwikkeld. Hij is daar naartoe gegaan samen met zijn dochter Anita Borms. En zij vertelt dus over die reis. En zij vertelt ook over dat ze daar op bezoek zijn geweest in Auschwitz bij dat bedrijf. Ze vertellen nergens dat ze in het concentratiekamp, in het uitroeiingskamp zijn geweest. Maar het is eigenlijk onmogelijk op dat ogenblik om daar naast te kijken, om het zo maar te zeggen. Om de geur ook niet te ruiken. Dus de getuigenissen van mensen die daar geweest zijn, die daar gewerkt hebben, die daar ook als slachtoffer geweest zijn, die zeiden van een van de zaken die opviel, dat was de geur van dat kamp. Onder andere van de verbranding van lijken. Hij, dus zijn dochter, wijt daar niet over uit. Wijt niet uit over de structuur, over dat kamp en over wat zich daar afspeelde. Maar heeft het gewoon over de verwezenlijkingen van IG Farben en van de deelname van de Vlamingen daaraan. Dat maakt hem een propagandist. Je zegt gewoon van, kijk, zo hoort het te zijn. En wij behoren tot die grote Duitse, Germaanse staat. En wij moeten dus diezelfde logica, maar ook diezelfde handelingen, diezelfde praktijk gaan hanteren. En dat maakt dat je eigenlijk een verrechtvaardiging gaat gaan geven aan de misdadige strategie van het nationaal socialisme tot op het einde van die oorlog.
Kort na de oorlog worden 24 nazi-kopstukken tijdens de Nuremberg-processen voor de rechter gebracht. Andere processen volgen, maar het zijn enkel de belangrijkste nazi's en de grootste oorlogsmisdadigers die worden berecht. The tribunal finds that Ribbentrop is guilty on all four counts. Van zodra de Duitsers de rechtspraak van de geallieerden overnemen, wordt er heel mild gevonnist. Göring claims its purposes have been misunderstood. Oorlogsmisdadigers die cruciale functies uitvoerden bij het uitroeien van de Joden, worden al na enkele jaren vrijgelaten. Van de 60.000 mensen die in een concentratiekamp hebben gewerkt, wordt nog geen 10% voor de rechter gebracht. De meeste daders ontspringen de dans en reïntegreren moeiteloos in het naoorlogse Duitsland. De straffeloosheid die is gevolgd op de Holocaust is ernstiger dan de meeste mensen denken. Dus Duitsland was ook na 1945 was een dadersamenleving. Het was een samenleving waarin heel veel mensen buitengewoon kwalijke handelingen hadden verricht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel veel van die mensen zijn gewoon weggekomen eigenlijk met hun daden. Dus je kwam terug van het kamp, je hebt het kamp overleefd. Je kwam terug in Duitsland of je kwam terug in West-Europa. En je zag dat die mensen die betrokken waren in die genocide niet alleen op hun post waren blijven zitten, maar misschien zelfs waren gepromoveerd. What happens very shortly thereafterwards is Germans in particular construct this myth of we never knew anything about it. You can hear that phrase already used in April 1945 when Germans from the nearby town of Weimar are forced to go and look at the corpses in Buchenwald, and they're just saying again and again, we knew nothing about it, which is rubbish, which is complete nonsense. But they're forced to confront the evidence, the consequences of the policies of the regime that they supported. And so Germans start distancing themselves. And I think what happens in the construction of perpetrator, what you see as a perpetrator, gets narrower and narrower and narrower. Voor die postoorlogse Duitse samenleving is eigenlijk het criterium, behoor je tot de SS of niet? Als je niet tot de SS behoort, was er geen probleem. En dat was dus ook het alibi voor die samenleving om verder te gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat natuurlijk de gehele Duitse samenleving met al zijn onderdelen, aspecten, organisaties, bedrijven verstrengeld is geraakt in die holocaust en die raciale vervolgingspolitiek. En natuurlijk is het zo dat pas vele jaren later, lees als er ook nieuwe generaties op die stoelen zitten, dat daar een verbreding van dat daderschap komt en dat men eigenlijk inziet dat die labeling van de SS als een criminele organisatie een soort alibi is geweest om al de rest natuurlijk onder het deken te gaan wegdekken. Het is een Europees probleem. Het is van de Oeral tot aan de Atlantische Oceaan uitgevoerd. En dat betekent dat de mensen die nu in Europa wonen daarover moeten nadenken. La responsabilité du judéocide repose en fait évidemment sur les nazis, sur ceux qui ont pris les décisions d'éliminer systématiquement le peuple juif, mais elle repose aussi sur les petites mains, ceux qui sont en dessous, qui font montre d'un antisémitisme ordinaire, qui vont contribuer chacun à leur petite échelle, les uns par opportunisme, les autres par séduction idéologique. Et donc, on peut aussi considérer que le judéocide a été possible grâce à une grande indifférence et une grande passivité. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid op zijn manier in dat geheel. Want voor ieder van hen was er de mogelijkheid, tot op zekere hoogte, om nee te zeggen. Ook in het Duitse leger, ook bij de SS, ook bij de Belgische ambtenarij, ook bij de Vlaamse SS'er, bij de Haagse Kolonel. Iedereen had de mogelijkheid om te zeggen op een bepaald moment, ik doe niet meer mee, ik wil dit niet. En dan zie je dat dat niet gebeurt. Marcelle Gombert, waar stond u tijdens de oorlog?
Ik heb daar niks misdaan. Hè. Anders had ik terechtgesteld geweest. Had ik daar iets moeten misdaan hebben. Je kunt wel ontdenken, ik ben de enige vrouw, het schijnt, die het uniform heeft gedragen van de waffenissers. En hadden ze moeten iets vinden in mijn dossier. Het was het enigste. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb met Joden in de oorlog in Schier niks te doen gehad. Maar je was wel een vooraanstaande in de Algemene Zes Vlaanderen. Nu kan men de Algemene Zes Vlaanderen moeilijk de vrienden van de Joden noemen, hè? Nee, als ik in de Algemene Zes Vlaanderen kwam, dan waren er geen Joden in Vlaanderen meer. Ah, die waren toen al weg? Die waren al weg, want ik ben... Al weggevoerd, ah ja. Ja, dat... Toen ter tijd, jij was toen nog een jonge vrouw, en als jij als kampbewaakster optrad, hebt jij je geen vragen gesteld over, kan ik dit nu doen? Is dat nog aanvaardbaar dat ik dat doe? Heb je dat nooit afgevraagd? Dat wel, hè, natuurlijk. Ik was blij dat de oorlog gedaan was. Hè. Ik heb verklaard aan de krijgsauditeur dat ik ben bevrijd geweest. Bevrijd? Bevrijd, ja. Dat staat gewoon in mijn dossier. Het einde van de oorlog was voor u een bevrijding? Een bevrijding, ja. Ik denk dat de voorbeelden die we kunnen geven van mensen die zich wel verzet hebben, die wel hebben gezegd, ik doe hier niet aan mee, dat die voorbeelden ons kunnen inspireren voor nieuwe contexten. Want het blijkt dat als je kijkt naar... Goed, die politieagent in Antwerpen die zegt, ik doe niet mee. Hij verliest 3 dagen vakantie. So what? De burgemeester van Brussel die zegt, ik doe niet mee. Goed, hij wordt verbannen naar zijn buitenverblijf. So what? Er was een ruime marge, zeker in 41-42, om nee te zeggen. En als we in zulke nieuwe situatie komen, dan moeten we, denk ik, toch onze geschiedenis goed voor ogen houden. En dan hebben we die marge. We moeten die nemen. Et en ce qui concerne le futur, bah, en tant qu'historienne, je ne suis pas optimiste parce que je pense qu'on n'apprend pas de l'histoire. On n'apprend pas, on ne tire pas des leçons. Als wij vandaag discussiëren over de vraag komende jaren 1930 terug, antwoordt men mij dan meestal door te wijzen op de grote verschillen. De verschillen zijn enorm vergeleken met de jaren 1930. Maar wat wij wel zien is nu een keten, een spiraal van toenemend groepsgeweld, toenemende polarisering, waarbij groepen worden benoemd en gestigmatiseerd en verbaal getakeld en fysisch getakeld. En in dat opzicht, het mechanisme is een parallel. Als je dus lessen uit dat verleden wil trekken, dan denk ik dat je vooral moet gaan focussen op die beginfase, op momenten wanneer je afglijdt met taal en groepsdynamiek, en dat je daar beter kan interveneren dan wachten tot wanneer het effectief al in extreme handelingen of laat staan geweld is omgeslagen. Whether we've learned lessons in that wider sense of how to avoid it never again and so on is another question entirely. We know a lot more about the conditions for effective resistance. We know a lot more about how people become involved, and yet genocides keep taking place. So, what have we learned? That's a separate question. Volgens mij is het onmogelijk om tot een samenleving te komen waarin niemand elkaar haat. Of dat er om haat compleet uit te banen, dat kan misschien niet.
Wat je wel kan doen, is om meer en betere informatie over de ander te verspreiden. Dat mensen elkaar iets beter leren kennen, dat het tolerantieniveau bijvoorbeeld omhoog gaat. Kijk, een samenleving betekent niet per se dat je van elkaar moet houden, maar je moet elkaar wel tolereren. The kind of Holocaust education that says, oh, just stand up against evil, or be tolerant, or be kind to your neighbor, or whatever, is not sufficient under any circumstances. Simply combating anti-Semitism alone is not sufficient. Once you get extremism going, and once there are no institutions in place to clamp down on it, to stop it, to effectively prevent it spreading, that's when it gets really problematic, because that's when more and more people will be scared of standing up against it. If you know that you can actually call the authorities and they'll come and help, it's different from if you know that you'll call the authorities and they'll come and arrest you. So that's the really single most significant issue, I think, here.